Ik ben Miroslav, ik ben 12 jaar. Ik kom uit Rusland. Vandaag morgens, ik was een klein beetje bang, want vandaag ik heb een stage in eerste middelbaar. Goedemorgen allemaal. Jullie komen net uit vakantie en vloep, jullie zien hier twee nieuwe klasgenoten staan. We hebben Hisham en we hebben Miro. Zij gaan vanaf nu bij jullie de les volgen. Deze stage duurt een maand. Ik heb gewoon school zoals andere leerlingen. Ik krijg wiskunde, Nederlands, andere talen. Als mijn stage is goed, ik kan in deze klas blijven. Yeah. Hisham, Miro, ik ga nu eens door de leerstof gaan met de anderen. En jullie mogen ook antwoorden als jullie het weten. Hè. Wat dat wij eigenlijk tot nu toe al allemaal hebben geleerd bij wiskunde. Eerste week alleen kijken, luisteren, schrijven maar. Bijna niets begrepen, want ik heb een klein beetje bagage Nederlands. Het is echt moeilijk voor ex-Okanners zo in een nieuwe school, nieuwe mensen, nieuwe vakken, nieuwe woorden. Die overgang van Okan naar regulier is echt wel zwaar. Nee. Leerlingen komen zo de eerste week nadat ze zijn doorgestroomd bij ons en oh, mevrouw, mag ik niet terug naar Okan? Iedereen spreekt zo snel. Oh, het is echt moeilijk. Ik begrijp er niks van. Dan luisteren we ernaar, we erkennen dat. En we zeggen dat ze nu klaar zijn om te springen, maar dat we ze daarbij gaan helpen, ondersteunen en dat het tijd vraagt. Leerkrachten zeggen soms, ja, kan hij niet terug naar Okan om verder te taal. Maar onderzoek heeft juist uitgewezen dat er een snellere soms integratie nodig is van ex-Okanners in het regulier secundair. Om echt aan de slag te gaan met die schooltaal, vaktaal en de specifieke studie die zij graag willen doen. Hey, maar dat vinden wij tof, hè? Dat iemand, en dat zijn al mijn twee nieuwe leerlingen, hier al direct hand in de lucht en meedoen. Supergoed. Miro? 3x20. Voilà. Kijk die daar. Ja, en hoeveel is dat 3x20? 3x60. Perfect. Hey Miro. Hey, hoe gaat het? Goed, ja. Goed, ik heb gehoord dat je al een beetje hebt gedurfd om een antwoord te geven in de klas. Ja. Super, hè? Heb je een beetje kunnen begrijpen? Ja, maar niet alles. Nee. Dat is normaal, hè? Ja. Die aandacht voor dat welbevinden is heel belangrijk. We willen echt graag ook van hen horen hoe zij het ervaren. Of zij zich goed voelen in die nieuwe richting. Onze Okan-leerlingen komen echt van over heel de wereld. Hè. Ze zijn heel divers en komen om verschillende redenen naar België. Er zitten natuurlijk ook echt moeilijke verhalen tussen leerlingen die uit oorlogsgebieden komen, vluchten. Ik woonde in Aleppo. Die soldaten die kwamen bij ons, die zeiden dat er een oorlog zou zo beginnen. Dan moesten we vertrekken, dan zijn we naar Turkije gegaan. Ik vind erg dat ik de school echt lang gemist heb. Ja, weet iedereen nog wat klasseren is? Ik heb wel één keer uitgelegd, maar dat is lang geleden. Ah, meneer. Toen ik naar België kwam, voelde ik me zo alleen. Ik huilde bijna elke dag. Ik zei zo, ja, ik heb niemand hier. Hoe ga ik zo leven? Ik vertelde ook aan mijn leerkrachten dat ik echt stress heb. Ik zei zo, ja, ik kan niet zo goed Nederlands, ik kan het niet en zo. Ik las wel in Okan blijven. Mevrouw, alsjeblieft, mag ik niet nog wat blijven? Mijn taal is toch niet goed? Nee. Daar hebben we echt een beetje moeten overtuigen. Je moet echt doorstromen. Je kan het. Batens met een hoofdletter. Ik las is iemand die heel enthousiast is, die alles wil kunnen. En als het kan, toont ze het ook onmiddellijk. Ze springt van haar stoel. Maar als ze het niet begrijpt, is het ook een leerling die dan heel
rap teleurgesteld is in haarzelf. Kijk eens naar uw derde letter. B. Oh, dan moest het volgen. Ah, ja, je merkt zeer zeker dat er heel veel in onze leerlingen zit, maar ze merken dat ook zelf niet altijd. Dus ik denk dat het ook een beetje de taak is als leerkracht om de leerlingen ook te wijzen op de mogelijkheden die ze hebben en in zich hebben. Mevrouw, die achternaam bestaat uit 3 delen. Ik denk als die lesgeeft dat je sowieso weet dat je niet zomaar een leerkracht bent die vooraan staat in de klas en je hebt je lesgegeven en je kunt naar huis vertrekken. Nee, bij ons is het zo, je leerlingen weten dat je er bent voor hen. Eigenlijk een beetje een tweede mama of papa spelen wij hier ook wel. Als ze problemen hebben thuis, komen ze heel vaak naar ons daarmee of naar de leerlingbegeleiding. En ze weten ook wel dat ze dat mogen en kunnen. Dat we niet zomaar gaan zeggen van, ik heb nu geen tijd. Daarom ben ik blij dat ik zo'n leerkracht heb. Dat kan. Ja. Zij vertrouwen mij. Zij zeggen zo dat ik het kan als ik het wil. En daarom, ik blijf in mezelf vertrouwen. Door hun ga ik gewoon door. Natuurlijk is het niet evident, maar het doet ons echt pijn dat veel ex-OKanners meer dan niet-ex-OKanners blijven zitten of het watervalsysteem aan de lijve ondervinden. En als dat enkel is op basis van bijvoorbeeld het taalbeheersingsniveau of dus niet voldoende beheersen van het Nederlands, dan is dat zonde, dat kan niet. Ik zou een keertje moeten stoppen. Ho, wat ben ik toch? En hoe dat is met muziek? Voilà, inderdaad, dat is een liedje. Het duurt gemiddeld eigenlijk 7 tot 9 jaar om echt een taal te leren. Dus 1 jaar in OKAN, dat geeft een basis mee van het Nederlands. Maar wij beseffen soms niet hoe complex dat is in het gewone secundaire onderwijs. Schooltaal, vaktaal. Zonder bijvoorbeeld een flexibel traject is dat bijna onmogelijk. En wat zien we hier nog? Doen, oen. Gedaan, aan. Wat is dat weer? Dat is een? Een rijm. Een rijm, inderdaad. Hè? Maar wat kan een flexibel traject inhouden? Bijvoorbeeld het vak Frans volledig laten vallen, toch zeker dat eerste jaar. En dan kan de leerling tijdens de les Frans bijvoorbeeld verder aan de slag met Nederlands, met die schooltaal, met die vaktaal. Dat wordt op maat bekeken. Maar dat maakt echt het verschil. En heel veel scholen zijn daar al in mee. Ik ben Maju. Ik kom uit Guinea. Ik ben 18 jaar. Ik ben 1 jaar 5 maanden in België. Ik wil een ingenieur worden. Een groot ingenieur. Maar het is niet zomaar een kracht, het is een momentkracht. Wat doe je? Omdraaien. Je draait. Ik hou van de techniek vakken. Maar niet handwerk, maar zo met hersenen werken. Het feit dat daar iemand zit die streeft naar 10 op 10, elke keer, dat is een zaligheid voor de andere leerlingen. Die positieve ingesteldheid en die ernst en hop. Voel dus wat het verschil is tussen een klein en groot moment. Dat is moeilijk. Hè? Ik zie perfect in hem dat hij ingenieur wordt. Maju is een harde werker. En we merken dat vaak bij OKAN-leerlingen, dat zij heel goed voor ogen hebben waar ze naartoe willen. En ze werken daar eigenlijk heel hard voor. En we gaan daar eerst haakjes wegwerken. Of ging jij iets anders doen, Maju? Ja. Ja, wat hetzelfde ging je doen? Voor de X min 5. Dat laat staan en dan 9. Ik ging dat ook voorstellen. Ja, zeer goed, Maju. Ja. Als we hier distributief... Als ik heb... Dat is secret, hè. Als ik heb gedaan met wiskundeles, ik ga naar huis. Ik ga onderzoeken via Google of YouTube. Ik ken nu al theorie van stelsels. Dan ik ga oefenen met heel veel moeilijk moet oefenen. En dan tijdens de toets, dan ik vind, dat is makkelijk. Ik heb meer moeilijk gedaan in thuis dan deze. Dan ik ga dat snel doen. Dan.
ik ook anders maken toetsen en zien dat hun punten niet zo goed zijn, terwijl dat ze soms in hun thuisland bij de top hoorden. Dat is demotiverend, maar langs de andere kant weet iedereen natuurlijk hoe dat komt. De capaciteiten zijn er, maar die taal is gewoon nog niet voldoende ontwikkeld. Goedemorgen allemaal, welkom op de sessie taalontwikkelend lesgeven. We hebben ook zeker een belangrijke rol in het coachen van leerkrachten in het lesgeven aan ex-OKanners. Hoe kunt u lessen opbouwen zodat het toegankelijker is en die taalverwerving verder blijft stimuleren? Veel collega's gaan soms eens een les co-teachen met de leerkracht om ook te observeren, tips te geven, samen de cursus bekijken, evaluatie bekijken. Dat maakt echt het verschil en heel veel leerkrachten zijn daar al in mee. Dat is echt een hele leuke evolutie om te zien. Voor onze OKAN-leerlingen te helpen, gaan we heel visueel gaan werken. Visueel maken, ja, zeker aan vast. Altijd projecteren, zo weten de leerlingen perfect van op die plaats moet ik noteren. Ja, gewoon praten, dat is niet genoeg. Schetsen, tekenen, uitbeelden, voelen, ervaren. En dan vooral ook inzetten op moeilijke woorden. Ik maak bijvoorbeeld met hen een woordenboek op het eind van de les. Elk themaatje heeft dat. Dan noteren ze zelf moeilijke woorden en gaan we op het eind van het thema gaan kijken van wat betekenen die en gaan we die ook gaan visualiseren. We beseffen dat wel veel vraagt soms van een leerkracht, maar eigenlijk heel veel tips zijn eigenlijk heel goed en bieden structuur en hou vast bij de hele klas. Hoe zit het hier? Module 6 is gedaan. Ja. Begrepen ook. Ja. Maar hij had dat al gezien ook, hè, die woorden. Mm. En jullie hadden dat in de B-klas ook al geleerd. Oké. Okay. Samenwerken, hè? Ja. Goed. Ik blijf aan het start mijn stage. Want in OKAN is ook leuk, maar in gewoon school is het leukste. Want je kreeg niet alleen Nederlands. Ook wiskunde en andere lessen. Ik heb bij Miro het gevoel dat hij zijn draaien na 1 week al gevonden heeft. Ze zijn niet allemaal zo, hè? Maar blijkbaar is Miro een durver die dat aan kan van in een compleet nieuwe omgeving aan te komen. En die durft direct aan te komen. Hallo, goedemorgen. Mohamed, je spreekt met mevrouw Barbara. Hè? Het zou leuk zijn als je vandaag gewoon even kan komen om 11:30. En dan kunnen wij ook jou nog eens zien, hè, mevrouw Fee en ik. Natuurlijk, wat dat ook heel belangrijk is, zeker die coaching van leerkrachten. Maar als leerkracht kan je het niet in de klas alleen. Ex-OKanners hebben remediering nodig. Heel veel OKAN-scholen hebben ook een woensdagklas, bijvoorbeeld, of een huiswerkklas. Which nationality do you have? Do you know? Syrian. Ja, Syrian. Ja. Wij vragen ze op. Ze hebben vaak niet de mogelijkheid om thuis opgevraagd te worden of hulp te krijgen bij dat studeren. En als wij dan nog eens traag alles kunnen uitleggen, dan zeggen ze, ah ja, nu begrijp ik het. Ja, dat geeft superveel voldoening. Ah, die motivatie komt uit mijn familie en dan ook met mijn mama. Mijn mama zegt, Maju, als je wil me helpen, je moet altijd studeren. Ik wil graag kunstenaar worden, want voor mij dat is leuk. Ik hou van tekenen. Mijn boekje neem ik altijd bij mij. Ik wil een verzorging omdat ik graag mensen help. Ik wil onthaalmoeder worden om zo naar kindjes te verzorgen. Als ik ben groot ingenieur, ik ga een goede job vinden en dan ook mijn mama en mijn familie helpen. Hun dromen helpen waarmaken, dat is heel belangrijk. Er zitten zoveel talenten, capaciteiten die benutten. Dat is enorm belangrijk voor ons als samenleving. En het onderwijs heeft daar natuurlijk een heel belangrijke rol in.
We zien ze vanaf dat ze toekomen in België en bij ons starten om de taal te leren. En we zien ze dan zoveel jaren later afstuderen of verder studeren of werken en gelukkig zijn. Dat is ongelooflijk mooi om zo'n job te doen. Thank you.